Welkom bij First Slice. Vandaag zal ik voor jullie maken een vegetarisch gerechtje, gebakken sla met dragon. De ingrediënten, wat hebben we nodig? Kropsalade, gastriek, maïsolie, groentebouillon, lookolie en dragon. Waar gaan we mee beginnen? We gaan beginnen met de dragon dressing. Dus we nemen een verse dragonblaadjes. Dan nemen we de groentebouillon. Groentebouillon, dat hebben we al eens gemaakt in een vorige aflevering. Dat vindt u terug op firstclass.tv. Wat maïsolie erin. En hier hebben we de gastriek. Gastriek hebben we ook eveneens al eens gemaakt in een vorige uitzending. Peper. Zout. En nu gaan we dat mooi mixen. Het volgende dat we nu doen is eigenlijk de kropsalade. Dus we hebben hier een kropsalade. We gaan eigenlijk de buitenste blaren gaan verwijderen. Die hebben we niet nodig. En die gaan we nu vier snijden. En die gaan we nu mooi gaan wassen. Dan wat is salade, kruid met peper en zout. Hier hebben we lookolie. Lookolie, wat heb ik gedaan? Dus twee teentjes look plat gehakt. Met 200 gram maïsolie. En dat gewoon gemixt totdat je eigenlijk een smeuïge, een lopende olie hebt. We hebben de plancha nodig. Dus de plancha, de bakplaat, die hebben we al voorverwarmd. Dus wat gaan we nu eerst doen? Eerst wat olie op de plaat doen. Lookolie. Nu gaan we mooi... de sla mooi afdekken. Gebakken sla, lekker vegetarisch. Gebakken sla met dragon dressing, first slice. Lekker gerechtje, smakelijk.